Wij staan hier met een leeg glas, zei je verontschuldigend. Ja. Een leeg glas. Ja, en het hoeveelste lege glas is dat? Dit is wel het zesde lege glas vanavond. Ja, ik moet eerlijk zijn. Breda Nu. Niet alleen goede sfeer, maar zeker ook goed bier. Dat was Breda afgelopen weekend. Op het terrein van brouwerij Frontaal in de Vaam vond een nieuwe editie plaats. Goedenavond meneer, wat brengt u hier? Verschillende biertjes natuurlijk, hè? Echte liefhebber? Ja, dat is wel lekker, ja. Waar gaat uw voorkeur naar uit? Ja, van alles wat. Niet te donker, maar blond biertjes vind ik altijd wel lekker. Wat is het lekkerste tot nu toe? Ik ben niet zo goed in namen, maar ik heb er al heel veel lekker op in ieder geval. Goedenavond meneer, wat bent u aan het drinken? Een ander biertje. En? Ja, ik heb hem nog niet geproefd, dus ik weet niet of hij lekker is, maar ik denk het wel. Nou, proef eens. Ja, dat smaakt goed. Wat ben ik aan het drinken? We hebben geloof ik een, ik weet het niet eens. Een Nijpa. Ik ben een winter, was het alweer? Wat zijn we aan het drinken? Ja, een winterblend van een Duitse brouwerij. Maar precies weet ik het ook niet. Ja, een Goatzilla. En? Nou, een lekker fris biertje. Mannen van de organisatie, Roel. Ja, welkom. Je bent wel blij zeker met zoveel mensen. Ja, dat is echt top. Ja, goede opkomst. Erg druk. Ja, beter dan verwacht. Ja, ja. Jij werkt bij Frontaal. Ja, klopt. Ik ben eigenaar en brouwer. Eigenaar en brouwer. Ja. Hoe ben je ooit op het idee gekomen? 4 jaar geleden. Toen zijn we heel op stek begonnen. Gewoon als hobbybrouwer eigenlijk. En dat is langzaam uitgegroeid tot waar wij nu staan. Dus ja. En tussen alle buitenlandse bieren ook nog een Nederlands bier. Er is ook nog een Nederlands bier, ja. Zeker weten. Kun je er iets over vertellen? Iets over vertellen? Ja, wij zijn de Elche Brewing Company uit Haarlem. En ja, ik denk dat we een van de weinige Nederlandse brouwers zijn hier. Wij zijn een uitgesproken IPA-brouwer. En ja, we zijn echt lekker aan het knallen vandaag. Wat is het lekkerste tot nu toe? Ik heb een hele mooie Baltic Porter op bij de moersleutel. Ja. De hoeveelste is dat? Ik denk de 8e of 9e of zo. Ja. Ik durf het niet zeker te zeggen. Ga je vaker naar zulke festiviteiten? Ja, zeker. Echt speciaal bierfestivals en alles wat met bierfestivals en eromheen te maken heeft. Ik vind het wel heel leuk om naartoe te gaan. Ja, erg lekker. Alsof je een snoepje aan het drinken bent. Is deze de lekkerste vanavond? Ja. Vind je dit een beter plek dan de vorige edities? Anders. De vorige plek was heel compact en heel knus en dit is open en groot, maar wel leuk. En lekker druk. En lekker druk. Wat is het lekkerste tot nu toe? Ik denk die Engelsen, al het bier is op, maar ze hebben er nog eentje die ze nog hebben gevonden, zeg maar. Ja, die is heel fruitig, heel veel ananas, mango, dus een mooi biertje. Ja. Ja. Nou, geniet er verder van, hè? Dankjewel. Breda Nu.